gastheer van vandaag is Haptamoe de Hoop. Ja, hallo. Welkom bij een nieuwe Waarom Daarom, vragen die in één minuut zijn op te lossen, te beantwoorden of uit te leggen. En de vraag van vandaag is... Waarom eten ze in warme landen eigenlijk altijd zo pittig? In veel warme landen wordt pittig gegeten. Maar in Sri Lanka, Zuid-Thailand en Sumatra kunnen ze er echt wat van. Daar eten ze het heetst van de hele wereld. En dan gebruiken ze deze jongen voor, de chilipeper. Oorspronkelijk komt de chilipeper niet uit Azië. Daar kwam hij terecht dankzij Columbus. Die nam het mee uit Midden-Amerika. In het tropische klimaat sloeg het plantje goed aan. Omdat het zo goed groeide, was het lekker goedkoop. En al heel snel populair. Maar de chilipeper is eigenlijk helemaal geen peper. Het is familie van de paprika. Hij is zo heet door het stofje capsaïcine. En dat zit vooral in de zaadlijsten. Met capsaïcine beschermt de chiliplant zichzelf. Want als dieren de zaadjes kapot kauwen, dan branden ze hun bek. Dus ze slaan de plant lekker over. Dat branderige gevoel van de chilipeper... Dat vinden mensen juist lekker. Ze zeggen dat je ervan gaat zweten. Dat is fijn als het warm is. Dan koel je een beetje af. Het capsaïcine in de chilipeper zorgt er verder voor dat het eten minder snel bederft. Handig als je in een warm land woont. Hoe vaker je het eet, hoe beter je er tegen kunt. Tenminste. Oh, en water, dat helpt niet om te blussen. Want capsaïcine lost op in vet. Neem dus een glaasje melk of, nog beter, roomijs. Nou, dat was hem weer. Tot de volgende. Waarom? Daarom.